Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van The Sims. We zien hier juf Jannie en die gaan wij vandaag wat aanpassingen geven. We gaan haar wat plastische chirurgie geven, zoals ze dat dan zo leuk noemen. Ik heb de cheats al aangezet en als ik nu Ctrl-Shift-C doe, kijk, daar is hij, dan krijgen we dit en dan met dit commando is het mogelijk om haar aan te gaan passen. Als je dit commando niet doet, dan kan je wel met de cheats aanpassingen maken, maar dat is dan eigenlijk... je kan alleen haar kleding en dat soort dingetjes kan je dan aan gaan passen bij haar. Maar je kan niet meer echt bij haar gezicht. Nou, dat is wat ik nu wil. En even kijken, ik moet wel ook even op haar klikken, zodat zij geselecteerd is. Dat hoeft niet, maar dat is eventjes wat handiger. Het gaat er trouwens wel beter al met de echte juf Jannie. Ze is vandaag in het ziekenhuis geweest en... alles was goed. Ze moet nu nog alleen gewoon heel erg veel rusten. Wat gaan wij doen? Wij gaan haar bewerken. Wij gaan dat doen door met shift ingedrukt op haar te klikken en dan bewerken in CES. En in het CES kunnen wij dan aanpassingen gaan maken aan haar. Normaal is het dus niet mogelijk om alles te doen, maar nu wel. Kijk, ik kan haar jukbeenderen nu veranderen. Ik kan haar kin een beetje aanpassen. En dat zijn de dingetjes die ik allemaal wil doen. Dus dat... is wel heel erg prettig dat ik gewoon nu eventjes iets meer mogelijkheden heb. Maar het grappige is, dit hoef ik natuurlijk helemaal niet op die manier te doen. Is dat een van de eerste dingen die ik wil aanpassen? Is... even kijken, waar is het? Ik wil niet haar mond aanpassen. Ik wil hier bij haar make-up... eventjes kijken. Wil ik die sproet weg hebben... en hoe halen we die weg? Oh, wacht even. Er zijn hier nog meer dingetjes. Schmink. Nee. Lippen. Nee. Daar zit het ook niet bij. Eyeliner. Nee, dat vind ik eigenlijk allemaal wel goed. De ogen, dat zit ook goed. Waar zou dat zitten? Even kijken. We maken haar gezicht trouwens iets boller. Want het juf Jannie poppetje heeft een iets ronder gezicht. Kijk, ziet er meteen wat vrolijker uit. We maken haar wenkbrauw iets hoger. En... even kijken, kunnen we bij de mond... kijk. Veel te chagrijnig. En zo is ze wat blijer, dat vind ik ook wat prettiger. Nu hebben we alleen gedetailleerd bewerken. Ja. Zo, kan het nog wat hoger? Ja, het kan nog wat hoger. En, oh, dat gaat veel te hard. Ja, dat gaat zo... nee, dit ziet er heel raar uit, zo die mond. Dat gaan we toch maar niet... hey, ik zei gedetailleerd bewerken. Dat gaan we toch maar niet zo heftig doen. Ja, kijk. Beetje opzij draaien, niet meteen helemaal gek gaan worden. Dit moet niet te veel zo. Ik weet alleen eigenlijk echt niet hoe je die sproet weg kan krijgen. Dat kan weg. Even kijken, willen we de neus nog een beetje aanpassen? Zo. Oh, dat moeten we niet doen. niet een te grote puntneus. En gedetailleerd bewerken gaan wij nu verlaten. De kleur ogen klopt dit. Eigenlijk klopt dat niet. Dat wil ik ook een beetje rood hebben. Dat past wat beter. Want ze heeft dan rode haren. Maar het gezicht. Gezicht en huidskleur. Nee, dit geloof ik allemaal wel. Huiddetails. Kijk, we hebben het gevonden. Zo, deze wil ik weg hebben, want dat heeft ze niet. Kijk eens aan. Het is al veel beter zo. En klopt dit zo? Nou, we gaan er toch een beetje een borstverkleining geven. Even kijken, waar zit dat? Zo. Ja, dat ziet er weer wat minder groot uit. Dat klopt wat meer met de tekening die wij van haar hebben. Zo, dit is juf Jannie op deze manier. Het gezicht is een klein beetje aangepast. Zullen we kijken of we wat ander haar hadden? Dat heb ik al een keer eerder een beetje aangepast. Nou, dit is wel op zich heel mooi haar. Dit ook. Dit is ook wat mooi haar. Even kijken. Dit is allemaal heel leuk. Maar ik wil eigenlijk een beetje haar dat toch een beetje ook omhoog staat. En wat langer is. Dus dan zou eerder dit kloppen. En dit is op reis. Nee, dit is niet het haar dat zij heeft.
Dit ook niet. Nou, dit is op zich wel leuk haar. Maar we kijken nog eventjes een beetje door. Doen we dit met haar haar? Nee, ja. Dat wordt het niet. Ik vind dit eigenlijk wel leuk. Het is niet het haar dat het helemaal is, maar... Nee. Nee. Nee, ik vind dit haar... Vind ik erg mooi eruit zien bij haar. Dus daar gaan we het eventjes op laten. Wij gaan... Juffiani ziet er nu zo uit. Is iets leuker. Ze lacht nu en alles en zo. Dus we hebben daar een kleine makeover gegeven voor haar gezicht. Niet heel erg schokkend. Maar dat hoeft ook niet. Het is nu gewoon iets leuker geworden. Iets wat iets beter bij haar past. Laten we eens gaan kijken wat ze allemaal nog meer kan. Zo. We zijn nog niet getrouwd. We zijn wel al... Eventjes op afspelen zetten. Oh, ik zie hier dat ik nog steeds in dat schermpje zit van de cheats. Kijk. Even pauze. Les op familiegericht. Juffiani is op familiegericht. Sims die op familiegericht zijn, zijn het meest in hun elementen wanneer ze omringd zijn door familie. Ze worden verdrietig als ze te lang afgescheiden zijn van hun familie. Oké, nou. Juffiani heeft hier familie en dat is gamerpapa. Ze wonen nu officieel samen. Zij is flirterig. Heb ik deze aan of uitstaan? Oké, die staat uit. Weet je wat, wij gaan haar hier naartoe laten kijken. En dan wordt zij ook geconcentreerd. En als zij geconcentreerd is, kan zij gaan oefenen met muziek maken. Want Juffiani houdt van, kijk, geconcentreerd oefenen. Weet je, dan hopla. Zij wil muzikant worden. Zij werkt in de muziekindustrie op het ogenblik. En daar wil zij ook een carrière in maken. Kijk, ideale stemming is speels. En voorprogramma artiest, dan moet ze dus gaan werken. Zij zit er dan dat te doen. Zij wil niveau 3 van de gitaar halen. En comedy wil ze gaan doen. En haar levensdoel is, wat is dat? 2 keer een afspraakje hebben. Zielsverwant, nou ja, weet je. Het komt helemaal goed. Het komt helemaal in orde. Wat is gamer papa nu aan het doen? Zo, hij slaapt. Een game of app maken is wat hij graag wil. Dat heeft hij al gedaan. Nieuw doel kiezen. En beloning in markt. Nou, even kijken. Hij is een computer nerd. Ja, dat klopt. En zij niet. Nou, weet je wat? Dit gaan we iets sneller doen. Hoe gaat het met hun humeur? Nou, zij is in ieder geval heel erg blij. Hoeveel... Even kijken. Hoeveel punten heb ik al? Ik moet wat punten met haar gaan verzamelen. Want dan kan ik haar ook die... punten geven zodat ze niet zoveel naar de wc hoeft. Dat zou natuurlijk wel heel erg prettig zijn. Even kijken. Zij wil naar de bibliotheek reizen. Een vampierboek lezen. En speelgoed kopen. Nou, weet je, een vampierboek lezen, dat kan. Wat is deze? Dus wij gaan nu eerst eventjes dit doen. Dit doen wij gewoon lekker versneld. Zij wordt hier wel beter in. Dat kan zo meteen weer doorgaan. En het is natuurlijk wel heel erg handig om wat meer over vampieren te leren, want gamerpapa is een vampier. En zo. Kijk, dat is goed gegaan. En nu wil zij, nou, een niveau stijgen. Komt dat even mooi uit. Wij gaan zo meteen oefenen. Als deze helemaal vol is, dit balkje, dan gaan we dat natuurlijk doen. Ik ga wel weer proberen binnenkort een livestream met de Sims te doen, maar ik heb ook een heel ander... cool spel gevonden. Guild of Dungeoneering. En dat is ook een hele goede voor een livestream. Waarom? Het spel kan makkelijk op pauze gezet worden. Het is niet real-time om het zo te zeggen. Het is gewoon een soort kaartenspel. Het ziet er onwijs grappig uit. En als er dan heel veel gechat wordt, kan ik die vragen nog steeds gewoon blijven beantwoorden. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Oh, kijk, gamerpapa is wakker. Dan kunnen wij nu met gamerpapa kunnen wij dingetjes gaan doen. Hij heeft dorst. Dus laten wij gaan zorgen dat hij plasma kan gaan drinken. En de plasma die is op. Wat wij dan gaan doen is wij gaan de plasma bestellen. Vampiergeheimen. En plasma, nee, plasma bestellen. Kijk, het probleem nu is dat plasma erg duur is. En nou ja, dat is nu niet zo'n groot probleem. Maar ik wil eigenlijk wel gaan beginnen met andere dingetjes doen. Met Juffiani flirten. Ja, dat is helemaal geen probleem. Dat,
Het gaat prima met hem. Flirten. Kijk. Dit gaat helemaal goed. Gaat dat werken? Ja, dan moet zij natuurlijk wel eventjes stoppen met oefenen. En zij gaat over de wangen strijken. Dat vind ik een leuke. Kijk. Met wie? Hij is blij. De liefde gaat goed tussen deze twee. Kijk, hier hebben we een schilderij van Yuvyani. Even kijken, met Yuvyani flirten. Dat is hij aan het doen. Grappig doen met Yuvyani ook geen probleem. Tenminste, grappig. Zie ik dat hier? Grappig verhaal vertellen. We kijken gewoon wat dat doet. En hij wil programmeren, zie ik. Iets met succes hacken. Even kijken. Met Yuvyani flirten. Hé, waarom is dat niet goed gegaan? Dat was de eerste die ik had gedaan. Liefde. En flirten. Daarna gaan wij... meer keuzes. Gaan wij programmeren en dan gaan wij iets met succes hacken. Nationale Sims veiligheid. Kijk. Programmeren oefenen. Nou, dat is niet zo'n probleem. Kijk, Yuvyani, jij kan weer gaan oefenen met de gitaar. Dat is wel heel belangrijk. Hoe gaat het met haar? Wat moet zij gaan doen? Zij moet onder de douche. Ze moet naar de wc. En even kijken, wat nog meer? Oh, ze wil reizen nog steeds. Ze wil geld verdienen met fooien. Speelgoed kopen. Kijk, niveau 3. Ze kan nu bluesnummers spelen. En als het goed is, hebben wij hier dan ergens... Kijk, die is... een vriend of vriendin, hebben jij dat? Heeft ze? Die staat hier ergens. Kijk, niveau 3 van gitaar of vioolvaardigheid bereiken. Dat is gelukt. Niveau 3 bereiken van de comedyvaardigheid. Oh, dat is de boom. Waar is de boom? Het leuke is, zij verdient nu ook geld. Dus dat is wel heel erg prettig. En daarmee kunnen wij nu... Hier kunnen we... Hey. Toespraak oefenen, comedy oefenen, dat moet toch ook... Ik dacht dat dat ook hierbij zat. Dan gaat zij over familie opscheppen. Meer keuzen. Even kijken. Vriendelijk. Enthousiast zijn over gitaarsolo's, sure. En gamer papa, jij gaat eventjes praten over koken. Even kijken, gaat dat goed? Gaat dat goed? Nou, zij is in ieder geval enthousiast. Zij zijn aan het babbelen, dus dat lukt. De vriendschap wordt steeds beter. Maar die is, zoals we hier kunnen zien, gelukkig al maximaal. Dus dat hebben we al goed gedaan. En even kijken, is er nog wat anders? Ja, ik kan hem nog meer vampierkrachten laten krijgen. Het is 10 uur. Wij moeten even gaan kijken hoe het met Yuvyani er eten en hygiëne staat. Nou, de blaas is niet zo fantastisch. Gebruiken. En dan moeten wij eventjes iets gaan koken voor haar. Want ik wil dat gamer papa toch nog wat beter gaat leren koken. En pan de muerto, dat klinkt heel goed. Maar wij maken een tuinsalade voor haar. Want Yuvyani houdt heel erg van gezond eten. Dus dat gaan wij gewoon voor haar maken. Nu moet ik er natuurlijk wel voor zorgen dat hij het niet zelf opeet. Want dan wordt hij ziek ervan. En even kijken. Dit is pauze. Ze is boos. Waarom is zij boos? Probeer jezelf te kalmeren in de spiegel. Tuurlijk, proberen te kalmeren. Zij is om een of andere reden boos, maar ik weet alleen niet waarom. Stoom afblazen, ja. Nou. Ze is een beetje... Oh ja, ze is een heet hoofd natuurlijk, dus dat helpt. En nu moet ze eventjes... Wat moet voor douche moet ze nemen? Een koude douche. Oké. Even kijken. Oh, ik kan hem niet vastzetten. Oh, ik zie al waarom zij zo boos is. Kijk, met gamer papa. Oh. En het eten is klaar, maar hij moet dit nu niet opruimen. Als ik hem nu aanzet, gaat hij hem dan bijna klaar. Kom op, kom op, kom op, kom op. Is dit
Oh, hij is nog steeds bezig. Ik wil dit even repareren, want daar kan hij goed wat puntjes mee verdienen. Met haar gaan wij gaan we even zitten. Ga hier gewoon maar even lekker zitten. En dan komt alles vanzelf goed. En hij is er bijna mee klaar. Kijk. Kwaliteit uitstekend. Nee, niet schoonmaken. Dat mag zo meteen. Zo, zij is geconcentreerd. En hij gaat dit niet eten. Nee, 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 nee. Kijk. Zo, niet eten. Af. Nee. Ik heb gezegd dat jij het niet mag eten, gamerpapa. Wat is dit voor onzin? Hopla, goed zo. Ze pakt het gewoon uit zijn handen, zoals het hoort. Geen eigenwijze gamerpapa's in dit spel die de boel zomaar overnemen. Hij kan dit repareren, dat kan hij heel erg goed. En daarna mag hij dit natuurlijk gaan dweilen. En als hij dat gedweild heeft, mag hij ook nog de rommel op gaan ruimen. Even kijken, hij heeft nog meer dingetjes erbij geleerd. Heel erg goed. Dit gaat allemaal helemaal goed komen. Hier ligt wat zooi. Daar gaan we in onderdelen in verzamelen. Hij is zelfverzekerd, want alles ging zoals het moest. Dus dat is ook prettig. Haar honger gaat omhoog, dus dat is prettig. Haar energie, nou ja, het is pas 11:30. Maar zij is natuurlijk gewend om een beetje laat naar bed te gaan. Weggooien. En hij, zijn hygiëne, die is goed, hè. Even kijken. Dit is wel het leuke hiervan, vind ik wel weer, dat het zoveel sneller gaat allemaal. Als je twee poppetjes hebt, dan moet je veel meer doen. En dan heb je veel meer van die dode veel minder dode momenten in de Sims. En dat vind ik zelf wel heel erg prettig. En dan kan je ook wat meer spelen en is er ook wat meer te zien voor jullie. En als we een livestream gaan doen, dan is dit natuurlijk ook een van de spellen die ik wel wil doen. Misschien kan ik twee spellen doen in een livestream, dat weet ik niet zeker. Dat is wel wat moeilijker en wat lastiger. Maar ja, weet je, even kijken hoor. We gaan weer naar haar terug. We gaan oefenen, we worden steeds beter erin. Zij is goed bij haar buis, is speels moet ze zijn. En comedyvaardigheid, ja, ik zou toch zeggen dat je zelf hier toespraak oefenen. Weet je wat? Misschien moet ik dat gewoon doen. En dan gaat nu Gamer Papa nog iets. Want voordat we gaan zo meteen afronden. En even kijken. Wat gaat hij doen? Ik wil dat hij deel 3 van zijn boek gaat lezen. Dit is deel 1. Dit is deel 3. Lezen. En dan terwijl zij aan het oefenen is. En hij, kijk. Ze kan nu andere Sims opfleuren. Mooi. Maar comedy is volgens namelijk ook in een spiegel oefenen of met elkaar oefenen. Gamer Papa, die zijn vampier skills gaan hier langzaam erbij komen. Ik moet een zwakte erbij nemen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Eén van de twee. Even kijken. Nou, dat is mooi. Ik geloof het wel, ik wil hem niet zo heel goed erin laten worden. Ik kan trouwens ook met een cheat het vampirisme uitzetten, hè? Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om veel over het vampirisme te leren. Oh, oh, pauze. Gamerpapa heeft gelezen dat kikkers een waardevolle grondstof vormen voor het zelf maken van plasmapakketten. Dat is wel heel erg cool, want hier zijn vast kikkers. Even kijken, wat gaat niveau omhoog? Ja. Wat gaat hij nu doen? Waar gaat hij naartoe? Even kijken. Hij gaat dit lezen. Maar waar gaat hij dit lezen? Ik ben... ja, tuurlijk. Ik zou het ook buiten gaan lezen in plaats van op de bank. Waarom niet? Hij wil iets met een eenhoorn. Een wonderbaarlijk verhaal vertellen. Ideeën uitwisselen. En programmeren oefenen. Nou, weet je wat? Even op pauze. Wij gaan hier even deze steen verzamelen, graven. En wij gaan naar Juviani toe. We gaan kijken hoe het met haar gaat. Het gaat goed. Ik ga er wel even laten slapen. Zo, dan kan zij morgen fris en fruitig weer opstaan. Zij moet binnenkort naar haar werk. Over 16 uur, ja, zie je. Kan zij beter maar wel gaan slapen. Waar is juf, waar is gamer papa?
stoppen met lezen. En wij zitten op de 20 minuten alweer. Nou, hé, waar ben je? Zo, hij gaat nu even wat graven. Als hij dit heeft uitgegraven, gaan wij stoppen, mensen. Wat heeft hij erbij? Een kristal gevonden, kwarts. En hij maakt er even een vampieren grauwel bij. Hierheen gaan. Hij is niet moe. Hij heeft wel dorst. Maar dat gaan wij de volgende keer oplossen. Voor nu zeg ik dank jullie wel dat jullie weer een Sims aflevering met mij hebben gekeken. Wij gaan volgende keer gewoon verder. Ik zet hem alvast aan het schilderen. En nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!